hele goede middag inmiddels. Nou, oké, het is nu goed, maar het was niet goed. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb een tijdje niet gevlogd, maar ik was dus van plan om weer te gaan vloggen. Omdat we op vakantie gaan, Lieke, Jade en ik. Dat was wel de bedoeling. Dat was de bedoeling. Maar zoals jullie waarschijnlijk wel hebben meegekregen, dus vandaag dinsdag 5 juli. En hoe heet die storm nou? Woensdag. Polly. De storm Polly heeft Nederland verwoest, soort van. Onze vlucht is gecanceld en we lachen er nu om, maar wij konden wel huilen. Het was echt vreselijk. Lieke kijkt nog steeds. Lieke haalt nog steeds. Oké, en mijn koffer was dus al ingecheckt en ik heb echt 3 uur daarachter gezeten bij band 2, toen weer naar band 18. Nou, ik had wel die airtag erin, dus ik kon hem wel een beetje volgen. Uiteindelijk heb ik mijn koffer na 3 uur teruggekregen, daar was ik zo blij mee. En die meiden hier hebben... Die meiden hier zijn helemaal moe, want ze hebben een nieuwe vlucht weten te boeken vanaf Eindhoven morgenochtend om 7:15. Maar weet je hoe duur? Zeg even hoe duur. Nou, eerst was het 155. Dus nee, eerst was het 180. Nee, 150. Zeg dat allemaal niet, want dat doet pijn. Eerst was 180, toen ging het 220, toen ging het 250, toen ging het boeken. En toen ging het 270, toen moest je nog weer bagage erbij. Ja, ze zeggen dat we terugkrijgen, maar... Ja, en dat hele bedrag krijg je niet terug. Het hele bedrag, min het bedrag. Je krijgt dat, we hebben ja, dat. Zo werkt het. Dan zijn we nog steeds min 100 euro extra kwijt. Maar dan. Wat? Dan zijn we echt nog steeds min 100 euro extra kwijt. Ja, weet ik. Ja, huilen. Ja, huilen. Ja, dus het is een hele dure vakantie. Ja. Maar we dachten, ja, we twee kunnen. Twee keer minder uit eten. Ja, we wilden wel heel graag weg. Maar gewoon letterlijk 2 uur van tevoren is onze vlucht geannuleerd. En het is nog een gedoe, want die meiden hebben 130 euro betaald om met de Uber hierheen te komen vanuit Utrecht. Ik 40 euro vanaf mijn huis, want het OV was stilgelegd. Nou, ik weet niet of jullie mijn vorige vakantievlog hebben bekeken met Maud naar Zoekien. Dus dat was ook helemaal kut. Ja, toen moest je nog rennen. Toen heb ik op 5 minuten mijn vlucht gehaald. Ook niet mijn fout. Maar goed, wij moeten nu zien te kijken hoe we naar huis komen. Hoe we naar Eindhoven komen. En dat allemaal. Het is natuurlijk, ja, het komt goed. Maar het is wel goed te doen. Ik ben blij dat ik mijn koffer heb. Kijk, mijn mooie koffertje. Hij is wel helemaal beschadigd. Even kijken. Wacht. Hier, kijk. Helemaal beschadigd. Ik kan dit er bijna wel aftrekken. Ze hebben echt weer gegooid ermee. Wat vond ik zeg. Kijk, en hij is ook helemaal vies nat. Ik kan dit ding zo afrukken. Wat doe jij? Kijk, en er stond opeens dat mijn koffer heavy is. 25 kilo, maar dat klopt helemaal niet. Want ik had hem thuis... Oh, ik had hem thuis gemeten, wou ik zeggen gewogen. En toen was hij gewoon... 23. Maar goed, wij gaan even plannen campagne maken. Ja. Ja, echt even landen, want dit was echt helemaal kut. Oké, okay. Zeg maar doei. En dit wordt wel een hele leuke vlog verder, want we gaan dus wel op vakantie. We gaan wel overheen. Ja, dus. Oké, okay, daar zijn wij weer. We zitten inmiddels weer op de grond en we hebben een heel... We hebben een heel muurtje om ons heen gebouwd, maar het is inmiddels 6:30. Ik was hier vanmorgen om 9:30, die meiden om 10:30. Ik heb er inmiddels een dag van 9 uur op zitten, ja, jullie van 8:00. Ik weet niet of ik al had verteld, ja, het plan is nu... Oh ja, de cliffhanger was dat we gingen uitzoeken hoe we naar Eindhoven kwamen. Dat was van net de cliffhanger. Jade, haar vader, brengt ons vannacht naar Eindhoven. Ja. Heel lief. Lieke, haar vader, brengt ons zo naar Zwolle, daar woont Jade. En ja, dan gaan we snel eten, even slapen en dan weer wakker worden. Want dan moeten we dus naar Eindhoven toe. Ik heb daar 1 keer eerder gevlogen, dus het is een heel klein vliegveld. Het is, je bent er zo doorheen. Volgens mij hebben ze niet eens een Starbucks of zo. Nou, misschien wel. Ja? Misschien, ik weet het. Lieke gaat ook even vloggen met een nieuwe camera. Maar ja, we zijn wel echt gaar hoor. We zitten ook echt letterlijk op de grond. Want ja, we hebben al bij de Burger King gezeten. We hebben al rondjes gelopen, op de grond gezeten. Het is echt gewoon, we weten ons geen houding meer te geven. Maar goed, we zitten morgen wel rond deze tijd, als het goed is, in Lissabon. Aan de Zangria, of hebben ze het daar? Nee, denk ik niet, hè? Fijn. Ja. Nee, maar goed. Het is wel vast lekker fijn. Ja, nee, eigenlijk rijden we dan nu pas binnen. Dus... Oh ja, natuurlijk, want hoe laat komen we aan? Ja, 6:00. 2, 3, 4, 5. Hij zou morgen al de hele dag aan het reizen. Maar ja. Kunnen we bijslapen in de trein?
Ja, dat wel. We hebben vliegtuigstoelen. We zitten twee achter elkaar en ik zit dan daarnaast, zeg maar. Dus wel chill bij het gangpad, vind ik altijd wel lekker. Ja, wel jammer niet bij het raam, ik vind het raam altijd wel leuk. Maar goed, het is niet anders. Lieke de vader is er bijna, maar er staat heel erg file richting hier, op de bocht om naar Schiphol. Dus even wachten hoe laat hij er is. Maar hij is in ieder geval bijna, dus dan kunnen we lekker in de auto zitten. Hoe lang is het nu vanaf Amsterdam naar Zwolle? Ja. Oké, dus wordt vervolgd. Zeg maar met hooi hoofd. Hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 6 juli. We zitten in de auto. We hebben dus nieuwe tickets kunnen kopen. We zouden om 7:15 vertrekken, maar we gaan nu 9:10. Vanaf Eindhoven. We zijn er rond 6:00 ongeveer. Dus ja, daar hebben we in ieder geval genoeg tijd op dat sneeuw naar het vliegveld, gelukkig. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we onze vlucht gaan missen of wat dan ook. En het stormt niet meer, het weer is lekker. Dus ja, waarschijnlijk zitten we straks over, Over 10:00. Ja, om 10:00. Nee, 9:15 zitten we wel in de lucht, hopelijk. Oh, ik dacht dat je dan wilt in Lissabon. Ja, dan kun je Laten we in Lissabon zijn. Ik denk pas tegen 5:00. En 5:00 of 5:00 was er. Ja, het is nu 5:00. Het is 12:00. Ja. Cool. Ja, want we moeten dus vanaf, we vliegen op Faro in plaats van Lissabon. Want vanaf Lissabon, of naar Lissabon was niks. En dan moeten we nog 3,5 uur ongeveer met de trein naar Lissabon. Dus ja, het wordt een lekker reisdagje vandaag. Maar goed, we hebben er zin in, dus we maken er wat van. Wij zitten inmiddels in de trein naar Lissabon, van Porto, nee, van Faro. We hebben net een Uber genomen voor 6 euro van het vliegveld hier naartoe, dus dat is echt top. En we zaten in een Tesla. Nou, onderweg hierheen, toen we hier aankwamen, kwamen we een vrouw tegen waarmee we ook in het vliegtuig hebben gezeten. Hè? We gaan terug naar Lissabon. Ja, hebben we gevraagd. Ik kwam er dus een vrouw tegen waarmee we ook in het vliegtuig zaten en daar kwamen we niet meer van af. Die bleef maar tegen ons praten. Ja, en wel lief, maar... Het is wel heel lief, maar op een gegeven moment... Joh, en ik op een gegeven moment werd ik ook een beetje moe van haar. Dat ik echt dacht van, ik wil gewoon niet even praten. Nee. Maar goed, die... Mijn levensverhaal aangehoord. Ja. Die zijn me kwijtgeraakt met instappen, want dan moest hij helemaal naar achter lopen. Toen was zij op een gegeven moment weg. Maar goed, wij zitten nu heerlijk hier. Dus op naar Lissabon nog 3 uur. En dan vanaf daar met de Uber naar de... Hoe laat komen we aan? 2:15, 3:15, 4:15, 5:15. 5:15 pas. Nee. Toch? Ja. Kwart voor zes. Waarschijnlijk gaat het ook ergens misschien langs zijn. Oh my god. Ik denk dat we pas 7:00 bij ons thuis zijn. We gaan heel snel douchen, we gaan meteen en we gaan lekker douchen. Ja, dus gaan we even deze gezichten even een metamorfose doen. Want dit is helemaal sinds... Wij zijn altijd wel gewoon sinds gisterochtend aan het reizen. Ja. Dus inderdaad, maar goed. Ik heb wel zoiets dat ik denk van ik wil gewoon zo dat het klaar is met het reizen. Ja, ik ook. Ja, maar ik ben niet moe of zo. Nee. Ik kan er wel door. Ja. Maar goed, ik hoop dat de trein zo gaat rijden, want het is al te laat. Hij zou kort over rijden en het is al... En de opladers doen. En de opladers doen het niet, dus het is ook een beetje wel. Maar misschien als hij echt start, misschien staat nu nog niet de motor aan. Nou goed, we houden jullie wel op de hoogte. Wij zijn aangekomen hier bij onze Airbnb. Ja, we hebben net
met de Uber, maar het was echt letterlijk meer dan een half uur. Maar goed, we zijn er. Dus ja, dan gaat even de sleutel regelen en dan gaan we zo meteen naar binnen. Hij is open! Tada! Gaat hij open? Ja. Oh, zo 3 sleutels. Zo. Oké. Okay. Oh, het ruikt wel lekker. Oh, ik doe wel even een radio. Oh, maar het is leuk. Het is wel heel warm. Schattige bank. Even kijken ons uitzicht. Oh, dit is. Dat zie je niet heel erg. Ja, 2 bellen. 2 bellen? Dit is een kamer met. Oh, de eettafel, denk ik, of zoiets. Ja. De badkamer. Waar is de. Oh, daar is nog een slaapkamer. Er is zelfs airco. Maar het is toch enig? Ik vind het heel erg fijn. Ik vind dat ik goed ben te leren. Vrijdag. Oh, het is al vrijdag. Oh. Het is vandaag vrijdag en wij hebben heerlijk ontbeten vanmorgen bij, hoe heet het ook weer, de breakfast. Dear Breakfast. Aanrader als je hier in Lissabon bent. Daarna zijn we naar het strand gereden. Welke beachclub was het nou? Taboe. Taboe, met een U in plaats van oe. Daar hebben we de hele dag gelegen en zijn we best wel lekker gekleurd. Je ziet het nu niet heel goed, maar lekker bruin geworden, was een heerlijk strandje. En nu zijn we ons aan het klaarmaken voor de avond. Ik heb deze jurk aan van Elise Store en ik heb nu even mijn New Balance onder. Maar ik doe straks, even kijken, deze hakken aan. Oh. Deze hakken aan van Strating voor de foto, want hier kan ik even niet de hele stad doorlopen. Dus dan maar even zo. Wij gaan nu even kijken waar we willen eten. En dan gaan we zo lekker die kant op. Het is inmiddels heel goed getimed. Het is al even over 8. Ja. Dus dat hebben we goed gedaan. Dus we gaan zo lekker weer Lissabon in en lekker wat eten. Zo, we zijn even lekker foto's aan het maken met de meiden. Maar kijk even dit uitzicht. Echt prachtig. Super mooi.
goede avond. Het is vandaag. Wat voor dag is vandaag? Zondag toch? Zondag 9 juni. Het is zondag 9 juni. Helemaal vergeten te vloggen. We hebben het zo leuk. We hebben het zo leuk. En we zijn van allerlei content aan het maken. Maar hoe heet het? We hebben vandaag heerlijk bij Cascais gelegen bij het strand. En wat hebben we nog meer gedaan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bij Cascais? Lekker bij het strandje gelegen, we hebben even door het stadje gelopen. Oh ja, even door het stadje gelopen. En vertel even wie we net tegenkwamen. Daar moeten we even voor stoppen. We kwamen eerst Michael Schoelman tegen, de gitarist van Queen of the Stone Age. Die herkende Lieke. En toen zag ik dat hij met een vrouw was. En die leek een beetje heel erg op Lily James. Mm-hmm. En dat is dus zijn vriendin. En zij, die twee geloofden mij niet, hè? Maar nee, ja, maar nee, van Mamma Mia is ze blond. En ja, ze was echt bruin, donker haar. Dikke nee, bril. Dat is er niet. Maar ik wist het ook niet zeker, want ze had een hele grote bril op. En toen die bril afging, ze stond te wachten op de taxi. Ja. Ik echt, oh my god, ja, dat zijn ze. Ja. En toen, en toen gingen we heel lang wachten op wat ze gingen doen. En toen gingen ze taxi en toen waren ze weg. Nooit meer weer. En toen wilde die meiden een handtekening, maar dat was niet gelukt. Ja. En Jade vindt een bioscoop. Nou, moeten we even kijken. Oh nee, als hier nou Mamma Mia was, ging ik helemaal stuk. Had ik een haar gestuurd. Oh, dit is echt vet cute. Hij is nog niet bezig, hè. Hoi. Jongens, hou rustig om je dan binnen van, hè? Maar goed, ik heb dus een beetje weinig verteld, maar wel heel veel gefilmd en ook op TikTok en zo. Morgen gaan we naar Porto met de trein van 12 uur. We moeten nog wel even de Airbnb schoonmaken, dat soort dingen. Koffer inpakken, maar eerst nog even lekker uit eten. En hier, die meiden zeggen nu dit in de groep zet. Maar goed, wij gaan weer even verder een rondje door de stad en over een half uurtje dan hebben we gereserveerd bij een pasta restaurant. Dinsdag en wij zitten lekker in Porto en kijk even dit uitzicht. We hebben net heerlijk gegeten. Hier hebben we net mensen van afgesprongen. Nou, niet trouwens vanaf daar, vanaf daar. En we zijn goed gestapt bij de Zara. We hebben toen we zouden aangeven in zien, maar we zijn toch even de Zara ingegaan. Heel erg. Maar wel echt hele goede uitverkoop hadden ze hier. Ik ben volgens mij 40 euro kwijt voor een
topje, een hoedje en een jurk. Dat is wel leuk. Nu gaan we nog even verder lopen. We willen nog even naar de overkant. Daar ergens. Of gingen we daar nog niet heen? Ja. En dan gaan we straks weer die kant op. Gaan we terug naar onze Airbnb. Oh ja. En dan gaan we weer heerlijk aan het zwembad liggen, want we waren gisteren echt heel lekker gekleurd. Het is helemaal leuk, daar gaan we wel snel, maar... We ja. kunnen zeggen van hier gaan we morgen. Naar de overkant. Als we nu gewoon terug gaan, ja, want dat wordt ook nog wel een tijdje. Het is al 3 uur. Ja, droom. Ja, dan gaan we lekker bij het zwembad liggen. Heerlijk. We moeten nog boodschappen halen. Oké, we moeten nog boodschappen halen. We gaan nog tapas afhouden. We moeten even een supermarkt kiezen. Oké, nou, genoeg te doen in ieder geval weer. Hoeveel trappen hebben we inmiddels al gelopen? 20.000. Nee, ik ben het vergeten. We zijn vandaag, het is vandaag, nee donderdag toch? Nee, woensdag. Ja. Het is woensdag vandaag, we zijn vandaag bij dit gebouw. Kathedraal. En daar is iemand. Gisteravond hebben we Mamma Mia gekeken en lekker tapas gemaakt. Dus voor het eerst zelf gekookt in deze dagen. Het was lekker. En vandaag gaan we een beetje het stadje weer door. En aan het einde van de dag lekker bij het zwembad liggen en naar Rooftop Bar. Ik hoop dat je me kan horen, want die man is bijna aan het spelen. Dus dat eigenlijk. En het is vandaag weer lekker weer. Even in dit ding kijken. Gaat ze even een eurotje ingooien? Even grappen. Twee keer voor ons. Misschien wel. Ik heb 50 cent. Ik ook. Oh, er staat 50 cent. Over 1 euro. Oh, de krant is ook al met 50 cent. Gaat die open? Goeie, even kijken, het is nog, nee het is al middag, het is net 12 uur geweest.
Het is vandaag donderdag. En onze laatste dag. Wij liggen lekker aan het zwembad. En er is lekker niemand. Dus dat is top. Wij zouden eerst op het strand gaan liggen. Maar er waren geen bedjes. Dus we gaan nu lekker hier liggen. Middag lunchen. En dan aan het einde na de lunch naar het strand. Nog even daar liggen en zwemmen. En dan lekker eten daar. Hè? En dan moeten we morgen naar huis. Best wel vroeg. We vliegen 7:45. Dus we moeten 2 uur van tevoren er zijn. Dus dat wordt een vroegertje. Maar de dagen zijn echt mega snel gegaan. Maar we hebben het wel echt, ondanks de moeilijke start met de annulering en die storm en zo, wel echt heel lekker gehad. Dus wij liggen nog even lekker hier bij het zwembad. Daar zijn ze aan het werk. Allemaal hijskranen. Ja,